De grote vraag is, kan hij spelen of niet? Oussama Assaidi moest zich afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag al na 35 minuten laten vervangen vanwege een liesblessure. Hij heeft vandaag voor het eerst met de groep meegetraind. Nog niet de hele training, maar zeg maar 75%. En dat ging goed. En we moeten kijken hoe zijn lichaam daar nu op reageert. En dan gaan we kijken of hij inzetbaar is of niet. Dus de beslissing is nog niet definitief gevallen. Maar ben je extra voorzichtig met Assaidi, omdat hij de laatste tijd al wat meer pijntjes heeft gehad? Nou, als hij fit is, dan gaat hij spelen. En als hij niet fit is, dan gaat hij niet spelen. Zo simpel is het. En ben je extra voorzichtig. We willen met niemand risico nemen. Het maakt niet uit wat je naam is. Als het blessurerisico te groot is, of als je niet 100% alles kunt doen, dan ben je niet in staat om te spelen. Dat geldt voor alle spelers. Mocht Assaidi niet fit genoeg zijn om te spelen, dan zal Quinten Martínez hem vervangen. Voor de rest past Ron Jans geen wijzigingen toe in zijn elftal. En waarom zou hij ook? Heerenveen draait uitstekend. Het is al 8 competitieduels op rij ongeslagen. En dus reist de ploeg met veel vertrouwen af naar Kerkrade. Ah, kom op! Schakelen! Winter, kom op! De wedstrijd Rode JC SC Heerenveen. Wordt dat een wedstrijd tussen een moeizaam draaiende ploeg, Rode JC, en een geoliede machine, Heerenveen? Nou, nee, dat zie ik niet zo. Want Roda is wel heel wisselvallig. Ja, hebben het wel moeilijk, zeker na de 2 nederlagen tegen Ajax. Ze hebben, ik geloof, de meeste goals tegen van allemaal. Maar Roda is beter dan dat ze in hun slechte wedstrijden hebben laten zien. En wij zijn nog geen geoliede machine. In sommige fases wel. En we scoren de laatste tijd heel makkelijk. Maar er zijn ook nog fases en zaken die wij nog moeten verbeteren. Want soms vind ik dat we moeite hebben om de bal snel te veroveren. Rode JC is de nummer 14 van de ranglijst en heeft de meest gepasseerde defensie van de Eredivisie. Afgelopen weekend werden de Limburgers in eigen huis met 4-0 verslagen door Ajax. Ik heb zelf bij Roda gespeeld en ze hebben heel veel nieuwe spelers. Former, een belangrijke speler, was vorige week geschorst. Of geblesseerd en Vladeris was geschorst. Misschien gaan ze ook wat veranderen, misschien in de tactiek en in de opstelling. Dus we zullen het wel zien, maar Roda is echt een geduchte ploeg die zeker gas gaat geven en ons onder druk wil zetten. Ze hebben thuis gewonnen van Groningen in de eerste wedstrijd. Nou, toen speelden ze helemaal niet goed en hebben ze heel gelukkig hebben ze gewonnen. Maar ze hebben ook, ik dacht tegen ADO, hebben ze gewoon een prima wedstrijd gespeeld en dik gewonnen. Roda kan wel wat. Maar wij hebben wel ontzettend veel vertrouwen dat we onze reeks door kunnen zetten. Toch is het alweer een tijd geleden dat Heerenveen won in Kerkrade. De laatste Friese overwinning dateert van het seizoen 2004-2005, toen er in het Parkstad Limburgstadion met 3-2 werd gewonnen. Vajrinen scoort. Is dat geen buitenspel? Bakati. Samaras, en daar is de kopstoot van Vajrinen en de rake kopstoot. Het is 0-2. En opnieuw, de Vin die scoort. En op dit doelpunt valt niets af te dingen. Kone met een mogelijkheid nu voor Roda. Helemaal vrij is daar Cissé. En net in de wedstrijd. En Cissé scoort en brengt de spanning weer terug. 1-2. Nielsson speelt heel aardig, hoor. Die nieuwe Zweedse aanwinst, Nielsson. Hier had hij misschien Vajrinen moeten laten schieten. Wat zeg ik? Hij scoort zelf. En gooit de wedstrijd op slot. 1-3. Jongen. K. Doelpunt 2-3. En zo is de spanning misschien toch nog weer even terug. Paamo Duka scoort zijn eerste goal voor Roda. Van Egmond blaast af. Heerenveen wint met 3-2. Een verschil van 1. En er zal dus nog wel even worden nagepraat over die eerste goal van Vajrinen, die in buitenspelpositie werd gescoord.